Het wetboek Sjaki de kleine dino Drachus en de grote Tyrannosaurus Rex. Op een mooie lentedag werd een kleine dino Drachus geboren. Een dino Drachus is half dinosaurus, half draak. Zijn moeder noemde hem Sjaki. Ze hield meteen al heel veel van hem. Sjaki had de mooiste kleurtjes om mee te tekenen. Dat vond hij het fijnste om te doen. Hij had een doos met blokken, een bal en zelfs een computer. Maar toch miste hij iets. Mam, mag ik een mensenkind om mee te spelen? Zijn moeder lachte en zei, Sjaki, volgens mij bestaan mensenkinderen niet eens echt. Zijn moeder gaf hem een dikke kus. Je bent nu al groot genoeg om even alleen te blijven, zei ze. Ik ga even een paar boodschappen doen, ik ben zo terug. En ze ging de deur uit. Sjaki was een beetje moe en besloot een dutje te doen. Gelukkig had hij zijn konijn en zijn giraf. En terwijl hij ze stevig vasthield, viel hij in een diepe slaap. Maar toen gebeurde het. Plotseling kwamen er twee grote poten de grot binnen. Toen Sjaki wakker werd, schrok hij zich een stekel. Giraf en konijn waren verdwenen. Hij rende naar buiten. Daar zag hij dat een grote Tyrannosaurus Rex zijn knuffels had gepakt. Sjaki nam een aanloop en sprong. Dwars over de stekels van het grote gemene beest klom Sjaki omhoog en hij begon hem flink te kietelen. Daar kon de Tyrannosaurus Rex niet tegen. Hij liet konijn en giraf vallen. En nu wegwezen, zei Sjaki. Anders haal ik mijn moeder erbij. De gemene Tyrannosaurus Rex ging er snel vandoor. Sjaki pakte zijn beestjes en nam ze weer veilig mee naar binnen. Toen zijn moeder thuis kwam, vertelde Sjaki alles wat er gebeurd was. Weet je wat, zei zijn moeder. Slaap jij vannacht maar bij mij. Dan kan ik een oogje in het zeil houden. En als die schurk nog eens durft te komen, dan zal ik hem in zijn poepie laten ruiken. Dat vond Sjaki een goed idee. Maar wat zou dat betekenen, een poepie laten ruiken? Die nacht bleef het een hele tijd rustig. Maar opeens, toen de zon al bijna opkwam, was hij er weer. De Tyrannosaurus Rex stak zijn poten naar binnen en graaide naar de lievelingsbeestjes van Sjaki. De kleine dino Drachus had niets in de gaten. Maar zijn moeder had het wel gemerkt. Ze sprong naar buiten en gaf de Tyrannosaurus een stevige stomp op zijn kin. En toen dat nog niet genoeg was, draaide ze zich met een ruk om en liet een keiharde wind recht in het gezicht van de Tyrannosaurus Rex. Het monster verstijfde en viel om. Sjaki was intussen ook wakker geworden en rende naar buiten. Snel klom hij op de buik van de Tyrannosaurus Rex en redde zijn knuffels. Toen ze weer binnen waren, keek Sjaki nog een tijdje naar de Tyrannosaurus die stil op de grond lag. Mam, waarom eten Tyrannosaurussen knuffelbeesten? Vroeg hij aan zijn moeder. Die eten ze niet hoor, antwoordde ze. Maar waarom wilde hij ze dan stelen? Vroeg Sjaki. Tja, dat is mij ook een raadsel, zei zijn moeder. Laten we hem volgen als hij wakker is, dan komen we er misschien wel achter. En dat deden ze. De Tyrannosaurus werd wakker en vertrok. De kleine dino Drachus en zijn moeder gingen op veilige afstand achter hem aan. Ze liepen een heel eind. Toen kwamen ze bij het huis van de Tyrannosaurus Rex. Daar hoorden ze de Tyrannosaurus Rex zachtjes zingen. Tyrannosaurus, Tyrannosaurus. In zijn armen hield hij een klein tiramisusje dat vreselijk huilde. Wat haar papa ook deed en hoe hij ook zong, ze werd maar niet stil. De kleine dino Drachus en zijn moeder besloten weer naar huis te gaan. Sjaki was stil van wat hij had gezien. Dat kleine tiramisusje had helemaal geen knuffelbeestjes. Zou ze daarom zo verschrikkelijk verdrietig zijn? En is haar vader daarom gaan stelen? Toen ze weer thuis waren, zei Sjaki tegen zijn moeder. Ik heb wel veel knuffeltjes over. Laten we die naar het tiramisusje brengen. Dan kan ze er een paar uitzoeken om mee te spelen. Dat is een goed idee, Sjaki, zei mama. En ze belde meteen om een afspraak te maken met de familie Rex. Door de telefoon klonk de Tyrannosaurus Rex best heel aardig. Hij vond het fijn dat ze op visite wilde komen. Het kleine tiramisusje was dolblij toen ze een paar knuffels uit mocht zoeken en stopte eindelijk met huilen. De kleine dino Drachus en het tiramisusje werden dikke vrienden. Sjaki leerde tiramisusje hoe je poepies moest laten ruiken. Mama vond dat kattenkwaad, maar Sjaki en Tyrannosaurusje moesten heel hard lachen als er weer een bloem was flauwgevallen.
Sjaki had eindelijk een echt kameraadje om mee te spelen en mee te delen. En ook Tiramie's zusje was nooit meer alleen. Daar ben ik weer. Ik ga jou iets vragen. Weet jij het antwoord op de vraag? Roep je antwoord dan naar mij. Het webboek Sjaki de kleine Dinodrachus en de grote Tyrannosaurus Rex. Op een mooie lentedag werd een kleine Dinodrachus geboren. Een Dinodrachus is half dinosaurus, half draak. Zijn moeder noemde hem Sjaki. Ze hield meteen al heel veel van hem. Zie jij Sjaki? Wijs hem maar aan. Knap van je. Dat is Sjaki. Op een mooie lentedag werd een kleine Dinodrachus geboren. Een Dinodrachus is half dinosaurus, half draak. Zijn moeder noemde hem Sjaki. Ze hield meteen al heel veel van hem. Sjaki had de mooiste kleurtjes om mee te tekenen. Dat vond hij het fijnste om te doen. Hij had een doos met blokken, een bal en zelfs een computer. Maar toch miste hij iets. Mam, mag ik een mensenkind om mee te spelen? Zijn moeder lachte en zei, Sjaki, volgens mij bestaan mensenkinderen niet eens echt. Zijn moeder gaf hem een dikke kus. Je bent nu al groot genoeg om even alleen te blijven, zei ze. Ik ga even een paar boodschappen doen, ik ben zo terug. En ze ging de deur uit. Sjaki was een beetje moe en besloot een dutje te doen. Gelukkig had hij zijn konijn en zijn giraf. En terwijl hij ze stevig vasthield, viel hij in een diepe slaap. Wie houdt Sjaki stevig vast? Zijn konijn en zijn giraf. Gelukkig had hij zijn konijn en zijn giraf. En terwijl hij ze stevig vasthield, viel hij in een diepe slaap. Maar toen gebeurde het. Plotseling kwamen er twee grote poten de grot binnen. Toen Sjaki wakker werd, schrok hij zich een stekel. Giraf en konijn waren verdwenen. Hij rende naar buiten. Daar zag hij dat een grote Tyrannosaurus Rex zijn knuffels had gepakt. Sjaki nam een aanloop en sprong. Dwars over de stekels van het grote gemene beest klom Sjaki omhoog en hij begon hem flink te kietelen. Daar kon de Tyrannosaurus Rex niet tegen. Hij liet konijn en giraf vallen. En nu wegwezen! Waar kon de Tyrannosaurus Rex niet tegen? De Tyrannosaurus Rex kon niet tegen kietelen. Dwars over de stekels van het grote gemene beest klom Sjaki omhoog en hij begon hem flink te kietelen. Daar kon de Tyrannosaurus Rex niet tegen. Hij liet konijn en giraf vallen. En nu wegwezen, zei Sjaki. Anders haal ik mijn moeder erbij. De gemene Tyrannosaurus Rex ging er snel vandoor. Sjaki pakte zijn beestjes en nam ze weer veilig mee naar binnen. Toen zijn moeder thuis kwam, vertelde Sjaki alles wat er gebeurd was. Weet je wat, zei zijn moeder. Slaap jij vannacht maar bij mij. Dan kan ik een oogje in het zeil houden. En als die schurk nog eens durft te komen, dan zal ik hem in zijn poepie laten ruiken. Dat vond Sjaki een goed idee. Maar wat zou dat betekenen, een poepie laten ruiken? Die nacht bleef het een hele tijd rustig. Maar opeens, toen de zon al bijna opkwam, was hij er weer. De Tyrannosaurus Rex stak zijn poten naar binnen en graaide naar de lievelingsbeestjes van Sjaki. De kleine Dinodrachus had niets in de gaten, maar zijn moeder had het wel gemerkt. Zag mama dat de Tyrannosaurus Rex de lievelingsbeestjes van Sjaki pakte? Ja, mama zag dat de Tyrannosaurus Rex de lievelingsbeestjes van Sjaki pakte. Maar opeens, toen de zon al bijna opkwam, was hij er weer. De Tyrannosaurus Rex stak zijn poten naar binnen en graaide naar de lievelingsbeestjes van Sjaki. De kleine Dinodrachus had niets in de gaten. Maar zijn moeder had het wel gemerkt. Ze sprong naar buiten en gaf de Tyrannosaurus een stevige stomp op zijn kin. En toen dat nog niet genoeg was, draaide ze zich met een ruk om en liet een keiharde wind recht in het gezicht van de Tyrannosaurus Rex. Het monster verstijfde en viel om.
Waardoor viel de Tirelirus Rex om? Door de harde wind van mama viel de Tirelirus Rex om. En liet een keiharde wind recht in het gezicht van de Tirelirus Rex. Het monster verstijfde en viel om. Sjaki was intussen ook wakker geworden en rende naar buiten. Snel klom hij op de buik van de Tirelirus Rex en redde zijn knuffels. Toen ze weer binnen waren, keek Sjaki nog een tijdje naar de Tirelirus die stil op de grond lag. Mam, waarom eten Tirelirussen knuffelbeesten? Vroeg hij aan zijn moeder. Die eten ze niet hoor, antwoordde ze. Maar waarom wilde hij ze dan stelen? Vroeg Sjaki. Tja, dat is mij ook een raadsel, zei zijn moeder. Laten we hem volgen als hij wakker is. Dan komen we er misschien wel achter. En dat deden ze. De Tirelirus werd wakker en vertrok. De kleine Dinodrachus en zijn moeder gingen op veilige afstand achter hem aan. Ze liepen een heel eind. Toen kwamen ze bij het huis van de Tirelirus Rex. Daar hoorden ze de Tirelirus Rex zachtjes zingen. Tirelirus, tirelirelom. In zijn armen hield hij een klein tiramisusje dat vreselijk huilde. Wat haar papa ook deed en hoe hij ook zong, ze werd maar niet stil. De kleine Dinodrachus en zijn moeder besloten weer naar huis te gaan. Sjaki was stil van wat hij had gezien. Dat kleine tiramisusje had helemaal geen knuffelbeestjes. Waarom huilt tiramisusje? Tiramisusje huilt omdat ze geen knuffelbeesten heeft. Dat kleine tiramisusje had helemaal geen knuffelbeestjes. Zou ze daarom zo verschrikkelijk verdrietig zijn? En is haar vader daarom gaan stelen? Toen ze weer thuis waren, zei Sjaki tegen zijn moeder. Ik heb wel veel knuffeltjes over. Laten we die naar het tiramisusje brengen. Dan kan ze er een paar uitzoeken om mee te spelen. Dat is een goed idee, Sjaki, zei mama. En ze belde meteen om een afspraak te maken met de familie Rex. Door de telefoon klonk de Tirelirus Rex best heel aardig. Hij vond het fijn dat ze op visite wilden komen. Het kleine tiramisusje was dolblij toen ze een paar knuffels uit mocht zoeken en stopte eindelijk met huilen. De kleine Dinodrachus en het tiramisusje werden dikke vrienden. Werden de kleine Dinodrachus en tiramisusje dikke vrienden? Ja, de kleine Dinodrachus en tiramisusje werden dikke vrienden. De kleine Dinodrachus en het tiramisusje werden dikke vrienden. Sjaki leerde tiramisusje hoe je poepies moest laten ruiken. Mama vond dat kattenkwaad, maar Sjaki en tiramisusje moesten heel hard lachen als er weer een bloem was flauwgevallen. Sjaki had eindelijk een echt kameraadje om mee te spelen en mee te delen. En ook tiramisusje was nooit meer alleen. Tot het volgende boek. Kijk ook eens op www.webboek.nl of lees het boek.